Hi, welkom bij de tweede kickshop van dit voorjaar. Hoi, ik ben Beerte. Hoi, ik ben Jessie en leuk dat je kijkt naar het tweede kickshop van dit schooljaar. Alle maatregelen zijn weg en dat betekent dat kick weer voluit kick kan zijn. We beginnen allereerst bij het educatieve gedeelte. Want Kik organiseert natuurlijk ook workshops. De eerste workshop was van OogTV. Hier werd alles verteld over marketing. En daarnaast kon iedereen een kijkje nemen binnen de radiowereld. Zo konden ze erachter komen of een radio-dj zijn echt wat voor hun was. Bij de tweede workshop draaide alles om websites. De kikkers leerden hun eigen landingspagina te ontwerpen samen met Wim Mulder van internetbureau Nordiek. De eerste kikreis heeft eindelijk weer mogen plaatsvinden. En de binnenlandse reis ging dit jaar naar Rotterdam. Nee, dat was het. We gingen alleen naar Rotterdam en dat was het. We begonnen de dag om 9:15 bij het station. Tijdens deze reis hebben we overdag een stukje van Rotterdam beter kunnen leren kennen en 's avonds het uitgaansleven. De volgende dag hebben we het wel 2 bedrijfsbezoeken gehad, waaronder 1 van Candid. Hier hebben ze wat verteld over hun werkzaamheden. Vervolgens zijn we met de watertaxi naar Hotel New York geweest. En hier hebben zij ons alles verteld over de marketing van Hotel New York. En een hele mooie rondleiding gehad. We hebben ook een bedrijfsbezoek gehad bij het Groningen Museum. Hier kregen we alles te horen over de marketing en over de grotere projecten. En daarnaast mochten we het museum zelf verkennen. De Profi heeft dit jaar een netwerkborrel georganiseerd. En bij deze netwerkborrel kwamen er best wel wat bedrijven. De bedrijven die aanwezig waren zijn Sicko Media, ons een oude kikker. Podcastmaker Rico Bakker. Ping Marketing, de ADR. ADR, Knalgeel, La Compagnie. Oui, oui, mangerie. Spot TV. Ook Kik International heeft weer verschillende dingen georganiseerd het afgelopen kwartaal. Zoals een borrel, waarbij alles in thema was van St. Patrick's Day en Euphoria. Daarnaast een cocktailworkshop, waar cocktails werden gemaakt zoals een espresso martini. Om de sportiviteit bij de kikkers weer een beetje omhoog te halen, heeft de SACO een potje laser game georganiseerd. Er waren 2 rondes waarbij de kikkers tegen elkaar konden strijden. En bij potje 2 ben ik eerste geworden. Lumni heeft het afgelopen kwartaal een winterbarbecue georganiseerd. Het was heel gezellig, maar ook heel koud. Maar we hebben lekker gegeten. Toch? Ja. De borrels zijn natuurlijk niet weg te denken bij Kik. En gelukkig hebben we het afgelopen kwartaal weer 2 gehad. De eerste was Love's in the Air. Onze favoriete Valentijnsborrel. En de tweede borrel, Kik into the Wild. En nu over naar Guus in de Buurt. Met Guus in de Buurt, dit is met Guus in de Buurt. We doen wel gekke dingen, spreken vette mensen, gaan mee op tafel. Met Guus in de Buurt, original ID. Wie is boven de buurt? Nee, dit is met Guus in de Buurt.
De eerste lezing van dit kwartaal was van het online marketingbureau Rocket Digital. Zij hebben alles verteld over Google Ads en hoe zij dit toepassen op hun klanten. Nou, dat was weer een hele belevenis. De mic, die leeft nog. Wij leven ook nog. En we willen jullie heel erg bedanken voor het kijken. Tot de volgende keer.